Deze week in Nieuwsronde. 150ste Damhek krijgt naam van Dick Bogaert mee. Zonnige editie van Heel Mijdrecht handelt. En cabaret in Alzheimer Café in Vinkeveen. Het oorspronkelijke idee van een lint van damhekken in de polder Groot-Willems-Vinkeveen was van Joost Samsom. Vorige week is de 150ste opgeleverd en kreeg de naam mee van oud-burgemeester Dick Bogaert. Meneer Bogaert, uw eigen hek? Ja, leuk hè? Ja, ik vind het echt leuk, ja. Nou, op een gegeven moment toen hadden we een heleboel dingen in de polder mooi gemaakt, voor zover dat nodig was, want de polders zijn natuurlijk hartstikke mooi, maar nog mooier gemaakt. En toen constateerden we, als we langs reden, langs fietsten, langs wandelden, dat er toch iets moest gebeuren om het nog echt helemaal af te maken. En toen kwam Joost op een gegeven moment met het idee van, ja, zou die hekken niet wat zijn? Want dat waren allemaal gewone hekken, overigens is niks mis mee. Maar door een hekkenproject te maken, kon je een soort eenheid in het gebied krijgen. Je kon het mooi maken, het zijn allemaal mooie hekken. De boeren hebben het zelf allemaal gedaan. En daardoor is het een heel leuk project geworden. Wat ik eigenlijk vind, wat ze wel zeggen, de kers op de taart. Heel mooi geworden, ja. Meneer Samson, een 150ste hek, dat is toch wel een uniek? Ja, zeker uniek. Ja. Dat vind je niet zo vaak, dat er een heel gebied samenwerkt om het gebied mooier te maken en dan met elkaar zoveel hekken te plaatsen. Want meneer Bogaert die vertelde net, het komt voort uit om een beetje gelijkvormig in het hele gebied neer te zetten. Is het nou alleen voor dit gebied? Dus alleen voor, in principe voor het gebied Groot Willems-Vinkeveen. Aanvankelijk was het de bedoeling om het in de venen te doen. Het heet aanvankelijk ook het veenhek. We hebben het toch geconcentreerd naar het gebied Groot Willems-Vinkeveen. Want anders zou je zo wijd verspreiden, waardoor er hier en daar deelname zou zijn. En nu heb je echt een cluster van hekken bij elkaar. En dat maakt het juist zo mooi. Mensen die hier wandelen, die zien nou gewoon de eenheid van het gebied. Dat is het extraatje, vind ik. Een eigen hek is dan de kroon op uw werk? Dat zou je misschien kunnen zeggen, ja. Ja. Daar had ik nog niet over nagedacht, maar eigenlijk wel, ja. Ja. Want ik heb inderdaad aan dit gebied een heleboel werk besteed, ja. Dat doet u tegenwoordig niet meer, hè? Nee, zo af en toe dan word ik nog wel eens gevraagd om bepaalde klusjes te doen voor de provincie, ook in dit gebied en zo. Maar echt zo vreselijk hard werken als voorzitter van de stuurgroepen en zo. Ja, op een gegeven moment moet je daar ook een keer weer mee ophouden. Hè? Ja. Mensen die hier nu komen zeggen van, ja, het is dat ontzettend mooi gebied. Wat is hier allemaal toch te doen en te zien? En ja, die vergapen zich echt op de hekken. Ze staan erbij stil. Bij ons restaurant daar komen ze ook en dan vragen ze naar van, hoe zit dat nou? We hebben er ook een beetje aan verbonden natuurlijk. En daar krijg je ontzettende leuke reacties van mensen uit de regio, maar ook van heel ver weg. Dat het ook nog een keer heel fraai moet zijn, dat is voor de koeien niet heel belangrijk. Voor de boeren is het wel meegenomen, maar vooral voor de voorbijganger is het belangrijk. We willen dit gebied echt op de kaart zetten. De derde editie van het Lifestyle Event in Mijdrecht had het weer mee. En dat kwam goed uit bij Heel Mijdrecht Handelt. En we gaan een aantal hele leuke dingen doen. We hebben een
modeshow. En die wordt tijdens de modeshow afgewisseld met allerlei leuke veilingen-items die u kunt winnen. Eenmaal, andermaal. Verkocht, dames en heren, hartelijk applaus. Deze tevoorschijn gaat naar deze jonge meneer. Zorgcentrum Zuiderhof bood vorige week podium aan cabaret Het Draait om Mensen. Een speciale avond in het kader van Wereld Alzheimerdag voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wij zijn het liedjescabaretgezelschap Het Draait om Mensen, nietwaar. Wij komen uit Hoek van Holland. We staan zo ongeveer 9 jaar in deze samenstelling. En wij maken programma's over de gezondheidszorg en alles wat daar een beetje omheen draait. Er verandert heel veel als je Alzheimer krijgt. In het begin denk je dat het beter is als je het verzwijgt. Maar door vertwijfelde blikken van bekenden naar jou toe, ga je uiteindelijk beseffen, ik vergeet, maar ik weet niet hoe. Ik heb zelf, denk ik, 35 jaar gewerkt met mensen met dementie. Zowel in het verpleeghuis als in het ontmoetingscentrum. En toen kwam het op
een gegeven moment op het pad in mijn privéleven, omdat mijn moeder steeds meer geheugenproblemen kreeg. En ja, dan ga je daar toch een beetje anders naar kijken, anders over denken. Sta je ook aan een andere kant als dat je professional bent. En zo ben ik eigenlijk steeds meer liedjes gaan schrijven. En toen dacht ik van, het is zo belangrijk dat steeds meer mensen weten wat dementie is, omdat dat ook steeds meer gaat voorkomen. Waarom gaan we niet eigenlijk op deze manier het onder de aandacht brengen? Want op televisie heb je van alles. Je hebt heel veel informatieavonden. Ik ben zelf ook betrokken bij een Alzheimercafé. Maar ik dacht, misschien is dit ook een manier om die boodschap te vertellen. Wat is nou dementie en hoe kan je er het beste met elkaar mee omgaan? In liedjesvorm. Als je Alzheimer krijgt, in het begin denk je dat het beter is als je het verzwijgt. Wat voor feedback krijgen jullie zo op een avond? Ja, dat is tot nu toe eigenlijk heel positief. In het begin heb ik zelf nog wel zitten tobben over bepaalde teksten. Kan ik dat nou wel doen of kan ik dat nou niet doen? He, zo'n nummer als druppelen, kan dat nou? Of het zal je kop maar wezen. Maar de eerste keer dat we dat uitvoerden, kwam er iemand met dementie zelf uit de zaal. Die zei, dat is nou precies wat ik denk en voel. We doen het samen. Ik hier alleen, we doen het samen. Wat is nou het ultieme doel van jullie optredens? Als mensen in de zaal een goede avond gehad hebben, ze hebben iets van kunnen leren, ze hebben ook plezier gehad en ze hebben een soort lotgenotengevoel gehad, dan is dat voor ons goed.